mensen zijn begonnen. Ja, je knop. Zijn begonnen. Oh, oh, hoi. Hey mensen. Dit is de familie Westbeek en ik ben Glenn Haanveld. En ja, ik ben hier op bezoek voor, ik ga een cadeautje kopen voor oma. En dat is morgen. En we toch gaan... wel een mooi cadeautje, hè? Nee. Waar ze heel blij mee is. Ja, heel blij. Ze is heel blij ermee. Nee, echt serieus. Ik denk echt dat ze er heel blij mee is. En wat denk jij, Luc? Ik vraag me heel erg af of ze er blij mee is. We hebben hele vreselijke dingen. Kijk dan. En welke nemen we dan allemaal? Laten we er... We hebben deze. Die. Nee, deze. Ja, die? Ja. Kijk, we hebben deze. We hebben deze. En we hebben deze. En we hebben deze. En nou, dan heb je deze nog niet gezien. Die is ook afschuwelijk. Hier moet een plantje in. Ja. Hier, we ook eens eentje vast. Leg even uit waarom we zulke lelijke spullen hadden. We waren in Oostenrijk op vakantie. En toen vond ze dat echt vreselijk. En dat was heel grappig. Want ze wou ze kapot gooien. Dus, toen, dus nu gaan we dit kopen. Mooi. Mooi, eerlijk, authentiek. Aardewerk is het. Kapot gooien. Hier, hou jij ook eens iets vast? Ik, hè? Ja. Ik heb al een camera vast. Weet je, maar kijk hè, ik weet waar oma's geheime geld ligt. Oh, vertel. Ze heeft een geheime schatkist. Oh, vertel eens. Nee. En zit die helemaal vol? Ja. Met nee, geld of met juwelen? Alle twee. Met goud. Met allemaal goudstaven. Maar denk je dat opa ook nog wel een spaarpotje wil om zijn geld in te doen? Nou. Moeten we naar rechts, hè? Toch? Waarom? Waar gaan we naartoe? Oh, ik wist niet. Ik dacht ik ga niet. Ik heb geen zin om naar... Ja, maar die ja, spaarpot... Nee, kijk, die spaarpot die moet aan oma geven, want die is speciaal om hem kapot te gooien. Oh ja. Kapot gooien? Ja, oma wil die beter. We hebben toch niet net dingen gekocht om kapot te gooien? Nou, ze wou. Boos is, dan knijpt ze gewoon heel hard in die dingen en dan gaan ze weer op. Nou, ze kan ze gewoon tegen de muur gooien. Het zijn dus eigenlijk woede cadeautjes.